Hoi, ik ben Amber, stijlicoon bij de Homestyle Club. En ik ga mijn ouders verrassen met een makeover. Vandaag ben ik hier om hun wensen in kaart te brengen. En jullie zijn vast benieuwd hoe het er nu uitziet. Ik ga aanbellen. Hi, hallo, schat. Kom maar in. Hoi. 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 Nou, we gaan aan de slag. Ja. Ja, spannend. Leuk, hè? Zeker. Ik ben heel benieuwd, hoor. Nou, dan ga ik jullie vragen wat jullie graag willen voor deze makeover. Ja, dat is heel spannend, meid. Meer kleur gewoon. Nou, niet te veel kleur, hoor. Een beetje rustig is ook wel fijn. Gezellig moet het zijn en kussentjes en dat de bloemen en dat ik wel wat dingetjes neer kan zetten, vind ik ook wel gezellig. Ja, je houdt wel van gezellige aankleding. Ja, en de stijl die ik hier zie is wat landelijk, klassiek. Is dat ook de stijl die jullie graag willen terugzien of mag daar wel wat in veranderen? Nou, het landelijke mag er wel wat uit, vind ik. Weet je, waar ik ook nou echt niet van hou, dat zijn grafische vormen. Oké, nou dat is duidelijk. Ja. Wat vinden jullie van het hek hier? Ja. Nou, dat hebben we al lang. Helemaal niks. Ja, ik vind er wel wat van. Het mag van mij weg. Oké. Als je het weghaalt, dan is het veel meer een geheel. Ja. En dat vind ik wel mooi, want nu sluit je het af. En dat zijn twee gedeelten en... Ja, ik vind het leuk als het één geheel wordt. Je wil de verbinding houden met de keuken naar de woonkamer. Ja. Ja. Je kan er altijd kasten voor zetten, op een of andere manier. Nou, daar ga ik wat leuks op bedenken. Wat vinden jullie ervan dat ik straks de knopen doorhak? Leuk. Ja? Ja. Nou, kan je het loslaten? Is heel leuk, maar... Ik wel. Het is ook wel spannend. Jij wat minder, hè? Nee, ik kan het echt aan jou overlaten. Ik weet zeker dat jij iets heel moois gaat maken. Ben jij benieuwd hoe deze klassiek landelijke woning wordt omgetoverd tot een moderne en warme woning? Kijk dan snel verder. Het schippertje is al begonnen met het plaatsen van de wandlijsten. Het maakt deze ruimte meteen hoger en chiquer. Op deze muur komt deze warme kleur Tattered Teddy. Dat is een vrij donkere kleur. Maar ik vind het altijd heel erg fijn dat als je in een woonkamer zit, dat je dan helemaal omarmd wordt door gewoon een donkere kleur. Dat voelt gewoon heel fijn. Deze muur krijgt de kleur Taupe Tapestry. En die is lichter dan die kleur aan de overkant. Maar ze matchen ontzettend goed bij elkaar. Dus ik kan ook niet wachten om te zien hoe ze elkaar complementeren. Zoals je misschien weet zat hier een hekwerk. En dat was ontzettend onrustig. Dus mijn ouders zijn nu al heel erg dat hij weg is. Ik heb een ontwerp gemaakt van deze kast. Dit is een IKEA-kast en die hebben we natuurlijk helemaal gecustomized. Mijn vader heeft hem in de lak gezet en hij zei: weet je zeker dat het een goede kleur is? Want het is wel heel roze. Nou, ik weet zeker dat het een goede kleur is. Het is pitch pudding en dat is een hele mooie basiskleur die straks heel mooi bij de rest van de muren past. Dit is altijd het leukste natuurlijk, want dan zie je meteen resultaat. Ondertussen zijn de mannen van Upstairs druk bezig met het op maat zagen van de traptredes. Het wordt een chocoladebruine leren decor, wat heel goed past straks bij de rest van het interieur. De verf zit op de muur. We hebben twee lagen aangebracht, want dan krijg je gewoon het mooiste resultaat. En ik kon niet blijer zijn. De kleur heeft zo goed uitgepakt. Ik heb gekozen voor middenkleur als basis en dat kan deze ruimte prima hebben omdat het zo licht is en zo hoog. Zoals je ziet is de ruimte helemaal leeg. Het is tijd om de meubels in elkaar te zetten. Kijk eens, wat een mooi exemplaar. Chic hoor. Ik heb een hele grote vloerlamp uitgekozen, want deze ruimte kan wel wat grote statements gebruiken. Kijk hoor, moet even flink aantrekken. Zo. Hij staat hier echt super goed. Echt een hele mooie lamp. Oeh. Ja.
geweldig dit. Mijn moeder is dus helemaal gek op bloemen. Ze heeft het liefst elke week een nieuw boeket. Maar nu heeft ze gewoon continu mooie bloemen in huis. Zo. Oeh. Deze komt natuurlijk ietsjes hoger. Maar zo kan ik al meteen zien dat dit echt een plaatje van een hoek wordt. Ja, het is toch echt te leuk dit. Ik wil dit ook in mijn huis. Al deze spullen vind ik mooi. Die zou ik zo in mijn eigen huis neerzetten. Kijk eens. Ja, super gaaf. Ja, wat ik dus heb gedaan in het kiezen van de accessoires is mat combineren met glans. Want dan heb je een mooi contrast. En het is zo lekker licht. Dan weerkaatst dat licht hier zo mooi op. Dan krijg je zo'n mooi lijnenspel. Deze dozen staan dus al ruim een week in de gang. Elke keer loop ik er langs en denk ik wil zo graag weten wat erin zit allemaal. Dus dit is echt een cadeautje om alles te gaan bekijken. Kijk eens. Even nog een mooi accentkleurtje toevoegen. En poefs zijn altijd heel erg handig om te hebben. Kijk eens. Ja, dus ik heb echt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals donkerhout, marmer. Wow, die is echt heel zwaar. En dat in combinatie dus met die glansaccessoires waar ik het net over had, zoals deze lamp die glimt en mooie vazen die glimmen. Dat geeft gewoon zo'n mooi contrast. Ik heb maar een klein autootje, dus deze plant had daar niet in gepast. Dus ik ben blij dat hij nu bezorgd is. Nou, in de pot krijgen. Ik heb niet zulke hele groene vingers, maar ik ga mijn best doen. Ja, daar komt hij. Ik hem even goed instoppen en een beetje liefde geven met wat extra water. Dan komt het vast helemaal goed met deze mooie plant. Helemaal leuk. Die gaat mee naar binnen. Ik heb een mooi plekje in gedachten. Lekker bij het raam. Kussens maken een interieur helemaal af en door verschillende vormen te gebruiken, vierkant en rond, rechthoekig, maak je het wat speelser. De kleuren zijn goed op elkaar afgestemd, passen mooi bij elkaar, maar ook in de rest van het interieur. Zoals bijvoorbeeld deze chocoladebruin. Dat komt allemaal weer mooi terug. Ze staan hier eigenlijk best wel leuk, maar ze zijn voor de bank. Ja, het is heel mooi. Ja, val niet. Zo lekker. Daar kan je echt heerlijk op neerploffen. Deze kant. Echt heel soepel zijn ze ook. Wat een mooie stof zeg. En de kleur is ook perfect. Ja. Het is een in-between en ze zijn van linnen in een hele mooie zandkleur, warm en ze zijn semi-transparant, dus je kan ze gewoon overdag ook dicht doen. Iedereen is het huis uit en er is ontzettend veel gebeurd. Deze bank is neergezet door Prominent en ik voelde me wel een beetje gek, want normaal help ik altijd en nu kon ik alleen maar toekijken. Best wel luxe eigenlijk, net als met de sierlijsten trouwens. Deze hoek is speciaal voor mijn moeder, want die houdt ervan om lekker met de beentjes lang uit tv te kijken. Dus deze is voor jou. Super dit! En de stof is dus ook echt heel lekker zacht. Wil je net als ik de ruimte groter laten lijken, kies dan voor een lichte bank. En kies een design wat luchtig is door bijvoorbeeld verhoogde pootjes. Of een tafeltje dat het geheel een beetje doorbreekt. En ik heb deze bank ook gekozen vanwege deze fijne lijn. Zo is het design niet te grof, maar heel fijntjes en kan hij dus heel groot zijn en is er ruimte voor de hele familie. En kijk nou wat een uitzicht. Deze stoel is speciaal voor mijn vader. Ik zie hem hier al helemaal in zitten. 'S Avonds na het eten gewoon lekker lang uit op deze stoel, want hij kan helemaal naar achteren. Hier. Heerlijk. En als ik van het uitzicht wil genieten, dan draai ik me gewoon even op. Deze stof heb ik op het laatste moment nog geswitcht, want ik kwam deze tegen en ineens dacht ik, ja, dat is hem. Dat is gewoon een hele goede match met de bank en weer dat accentkleurtje uit het schilderij.
Deze lampen heb ik gegroepeerd bij elkaar en een beetje in verschillende hoogtes laten hangen, zodat het wat speels is in de ruimte. En het is een echte eyecatcher. 1, 2. Ik ga het vloerkleed neerleggen en ik kreeg als tip van Prominent om de viltjes onder de pootjes vandaan te halen, want anders blijf je de lijmresten zien. Zo. Ja, zet maar neer. Het vloerkleed is van Vloerkledenwinkel en ik heb hem gekozen omdat ik het leuk vind dat het een relief heeft. Het lijken wel een soort wolkjes of zo, maar ja, iedereen kan er misschien wel weer wat anders in zien. Dat is er juist zo leuk aan. Het is wel een licht vloerkleed, dus vanaf nu allemaal schoentjes uit. Oeh. Het is echt mooi. De basis staat, nu is het tijd voor de afstyling. Deze tafel staat helemaal vol met mooie items en die moet ik snel neer gaan zetten, want mijn ouders komen straks al. Dit kussen is van Bybo, net als het pleed en de poef. En de rest van de kussens zijn van Dutch Decor. Een leuk printje voor de afwisseling. En een mooie chocoladebruine, bruin rond kussen. En het kleuraccent voor mijn vader, want die vroeg om meer kleur. De tv die hing eerst aan die wand, maar niet iedereen kon dan het beeld zien, want dan zat de haard ervoor. Dus een mooie oplossing heb ik daarvoor bedacht. Deze televisie kun je gewoon verplaatsen. Dus ben je lekker flexibel? Ik zie het wel gebeuren dat deze televisie gewoon helemaal naar het midden wordt gereden en we hier met z'n allen een film gaan kijken. Of voetbal. Deze lamp is een persoonlijke favoriet. Die zou ik eigenlijk bij mij thuis ook wel graag willen hebben. Deze dennenappels die lagen eerst hier in de schouw, maar dat vond ik zo onrustig. Maar een kleine knipoog naar mijn moeder, ze hebben weer een plekje gekregen. Nou, een goede stylingtip, als je gaat accessoires gaat neerzetten, kies dan voor 3 verschillende accessoires bij elkaar. Dan groepeer je het en het is een oneven aantal, dat staat meteen goed. Dit zijn alabaster vaccinelichthouders en als die vaccinelichtjes branden, geeft het een heel mooi warm licht. Dit tafeltje had ik in gedachten om hier in het hoekje neer te zetten met leuke planten erbij. Maar ineens dacht ik, mijn vader wil misschien ook zijn wijntje wel eens kunnen neerzetten. Speciaal voor mijn moeder, omdat ze zo gek is op bloemen. En deze verwelk niet. Oh ja, hoe gaat het ook alweer? Er is een systeem. Mijn moeder houdt heel erg van breien, dus haar breimand mag niet ontbreken. En ken je deze nog? Deze stond op de schouw. Die krijgt nu een mooi plekje in de kast. Deze cocktailglazen zijn nog van mijn opa en oma. Ik vind het belangrijk dat je persoonlijke items toevoegt aan het interieur. Mijn vader houdt van schilderen, dus vandaar deze kwasten. Je kunt persoonlijkheid aanbrengen in het interieur door persoonlijke items neer te zetten. Maar het is wel belangrijk om keuzes te maken. Dus niet alles hoeft neergezet te worden. En kies vooral items die qua kleur en vorm goed in het interieur passen. En deze is vooral heel handig omdat je hier je afstandsbediening in kwijt kan. Heb je toch losse spulletjes? Verzamel ze dan bijvoorbeeld in een doosje. Ik vind deze echt super mooi en die passen hier perfect. Ik denk dat we er zijn. Mijn ouders staan daar altijd trappelen. Die zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Nou, ik ook. Ik ben zo benieuwd hoe ze het vinden. Ik ga ze halen. Ben je klaar voor? Jazeker. Ja? Ja, zeker. Nou, kom maar verder dan. Nou, gaan we dat kijken. Gaan we doen. Ze zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Ja. Hè? Ik ook. Nou. Ik ben ook zo benieuwd. Ja. Als we binnenkomen, dan eventjes de ogen dicht. Ja. De nieuwe gordijnen die open gaan. Ja, zo. Ja, ja, wacht even, moet papa ook meenemen. Kijk uit, de tafel staat hier. Ja, zeg maar waar ik naartoe moet. Oké. Okay. 3, 2, 1. Kijk maar. Wow. Wow. Oh. Nee, niet normaal. Wat een trap.
Oh, ja, hoe vinden jullie de trap? Oh, altijd gelijk, eindelijk. Prachtig. Ga toch dit ook zien. Enig. Een leuk bankje voor de kinderen. Oh, mooi die lamp. Die kwasten van papa heb je erin. Ja. Oh, je hebt mijn wol er neergezet. Superleuk. Ja, en sorteert op kleur. Oh, meid, dat goed. Oh, alle bolle wol. Oh, meid, ja, ik moet heel veel bijen op. Heel mooi. Oh, en die bank. Oh, het is echt die bank. Oh, mooi zo met de kast, hè? Ja, hè? Ja, en heel veel opbergruimte extra. Ja, prachtig. Maar hé, wat goed hè, dit zo. Ja. Mooi, hoor. En toch nog plek voor de houtvoorraad. Ja, voor de hout. Met die anti-slip, zodat het niet beschadigt. Oh, ik weet zeker dat die kinderen ons zo leuk gaan vinden ook. Ja, echt. En de kinderen. Ja, deze bank. Hoe vind je dat? Ja, prachtig. Wat is die kleur mooi. Oh, het is wel. Hoe vind jij de kleur? Het zit lekker. Prachtig. Dit wordt mijn plekje hoor, dit. Ja, nou, allebei, jullie hebben meteen je plekje al gevonden. Oh, wat zie ik. Prachtig. Die lampen, Amber, erbij. En je moet even je gewicht erin brengen, hè? Dus goed naar achteren duwen, die staaf. Zo. Lekker, hè? Nou, dat wordt wel jouw plekje, denk toch? Ik. Organische vormen erbij. Organische vormen. Kijk, mijn vader is ook al helemaal op de hoogte van alle interieurtrends. Zo. Daar heb ik harder van. Manschilderij. Heel mooi. Bijna net kleuren? Zo mooi als dat ik het geschilderd heb. Nee, dit is toch nou anders. Echt heel heel mooi met die gordijnen zo. Dank je, pap. Oh, man. Wat gaan wij genieten, zeg. Ja. Ik ben zo emotioneel. Nou, ga jij huilen, dan ga ik ook huilen. Zo hard gewerkt. Ja, het was echt een eer om voor jullie te doen. En bedankt voor jullie vertrouwen. Want ja, je geeft zoiets persoonlijks uit handen. En wat een ander daarmee doet, ja, dat is dan nog maar afwachten. Zeker. Maar ik hoop echt dat jullie de warmte en het comfort voelen in deze ruimte. Oh, absoluut. Die ik altijd bij jullie voel. Ja. Ja. Echt heel erg. Nou, dat is waar. Het is met liefde gedaan. Zeker. Het is met heel veel liefde gedaan. Ja. Heel erg mooi. Ik vind dat het tijd is voor koffie of zo. Ja. Of champagne. Dankjewel voor het kijken. Laat vooral weten wat je ervan vond. En volg ons voor nieuwe makeovers. Wij gaan lekker aan de koffie.